Wat maakt een roelevenfilm tot een roelevenfilm? Nou, daar gaan we al. Een roelevenfilm is volgens mij een film waarin de maker, ik dus, zijn best doet om zo dicht mogelijk bij iemand te komen. En daar speelt dus bij mee dat ik heel veel tijd ook los van de camera investeer om met iemand in een soort verbintenis te komen. Wow. Het moeilijkste om te maken is geweest Anton Corbijn. Over de Nederlandse fotograaf Anton Corbijn. Het was mijn eerste Uur van de Wolf. Dat was moeilijk. Het was op film. Dus dat was een medium waar ik niet vertrouwd mee was. En het was met een hoofdpersoon, Anton, die zelf natuurlijk heel erg is van het beeld en ook een control freak is. Ja, en je komt in een wereld met grote namen, beroemde mensen, Bono om iemand te noemen, Brian Eno, mensen van Depeche Mode, Metallica, allemaal echt de hoge popmuziek, zullen we maar zeggen. He portrayed us as a very serious young man. He made us look cool. Anton just showed up and was like, here's his fucking camera, and looked like the camera that my mom had or something. Het is even een praatje maken en zullen we nog een fotootje maken, weet je wel. Het was een ontzettend echt pijn in mijn hoofd project, wat gelukkig wel heel goed is afgelopen. Maar dat was wel de moeilijkste film, denk ik, om te maken. Ook al was het op zich niet in een entourage daar waar je echt gevaar liep of zo. Wat is de belangrijkste les die je hebt geleerd tijdens het maken van documentaires? Wees altijd eerlijk. Tip 1. Staat hierop. Wees onorthodox. Wees jezelf. Maak een spandoek. Er staat op. Als het goed, als ik hem niet op zijn kop heb, staat er Zembla bedankt Louis. Dit is een zeer essentieel instrument geweest om een Zembla-aflevering van 40 minuten te maken over Louis van Gaal, die toen wegging bij Ajax. Heel Nederland wilde Louis van Gaal filmen. Heel Nederland zat achter de man en ik kreeg hem. Onder andere door dat spandoek. Ja, een andere tip is dat je je gewoon ontzettend goed verdiept in je onderwerp. En dat betekent echt heel veel tijd stoppen in het bezoeken, maar ook in het lezen en in het nadenken vooral over hoe jij eigenlijk zelf, als jij die persoon of dat onderwerp zou zijn, hoe jij behandeld zou willen worden. En daar kun je goed op inspelen. Wat ik echt wel een ontzettend ergerlijke gewoonte vind van de meeste makers is om overal maar muziek bij te gebruiken. Terwijl dat heel vaak echt gewoon totaal niet nodig is. Ik zeg vaak, joh, trek die muziek eens helemaal weg. Dat je gewoon hoort wat er gebeurt. Dat is veel spannender vaak dan een muziekje erbij monteren. Nou, dat is ook wel een les die volgens mij jonge makers in de oren moeten knopen. Welke maker bewonder jij het meest en waarom? Nou, ik denk dan aan Roy Dames. Dat is een maker die ik bewonder, omdat ik vind dat hij altijd tot het randje gaat. Hij zit vaak in moeilijke subculturen te werken. Met hoeren, junkies, alcoholisten, noem maar op. En ik vind de rauwe manier waarop hij werkt, vind ik heel erg mooi. Echt heel erg goed. En ik bewonder hem ook omdat ik denk dat hij gewoon niet heel veel geld heeft om zijn films te maken, maar wel een enorme drive omdat hij vindt dat die films gemaakt moeten worden. Dus ik ben wel ik ben een enorme fan van zijn werk. Hoe maak je een portret over een zittend politicus? Ja, hoe maak je een portret over een zittend politicus? Dat is een hele goede vraag, want het is namelijk een ontzettende saaie wereld als je daarin gaat filmen. Heb je genoeg geheugenkaarten voor zo'n dag als vandaag? Hoezo, maak je je zorgen? Nou ja, ik vraag het maar. Heb je hem niet ondersteboven de camera? Deze keer?
was ik hier nooit aan begonnen. Maar hoe zie je het tot nu toe? Hè? Hoe lang zijn we nou bezig? Ruim een jaar? Met filmen. Ja, over te praten. We zijn bijna een jaar aan het filmen. Komen die dingen bij elkaar, het werk en de persoon? En... Zeker, ja. 100%. Daar ben ik zo benieuwd naar. Ja. De conclusie weet ik nog niet. Die gaan we over een paar maanden pas formuleren. Dat weet ik zelf ook nog niet. Geen enkele manier zelfs. Maar dat het geen vrolijk vakantiebaantje is, dat is me wel duidelijk. Bij Frans Timmermans heb ik iets gedaan wat ik eigenlijk heel erg not done vind. Namelijk, ik ben geen cameraman, maar ik ben wel zelf gaan filmen. En dat heb ik gedaan omdat ik niet op de plekken kon komen waar ik wilde zijn met een echte cameraman of vrouw. En een geluidsman of vrouw. Want dan werden we echt overal tegengehouden. Ik wilde delegatielid worden. Ik wilde zien echt van binnenuit wat... Ik wilde dus die cameraploegen zelf filmen. En niet naast die andere 50 staan om hetzelfde plaatje te filmen. Dus dat was een enorme ingewikkelde opdracht om dat voor elkaar te krijgen. Een opdracht die ik mezelf had gesteld. En de enige manier om dat voor elkaar te krijgen was om met zo'n klein GoPro dingetje te gaan werken. Nogmaals, ik haat dat, want ik vind GoPro eigenlijk helemaal geen camera. Maar in dit geval was het de enige manier om voor elkaar te krijgen wat ik wilde. Namelijk overal zijn waar hij was. En dat was tot op de 38e verdieping van de Verenigde Naties in New York. Dat was in de vergaderzaal van de UN. Dat was bij CNN binnen, waar niemand binnen mocht met een camera. Dat was bij Merkel op de stoep, weet je. Echt... Ja, op het privéfeestje van Timmermans zelf. Overal waar je eigenlijk met een camera, met een echte camera en een geluidsman, de situatie zeker zou hebben beïnvloed. En zeker niet was binnengekomen. Dus hoe maak je een portret van een zittend politicus? Ja, ik denk eerlijk gezegd toch door de manier waarop ik het heb gedaan. Als je tenminste dat wil laten zien, hoe het eraan toe gaat. Dat was een klein filmpje voor de Top 2000 Agogo, dus een muziekprogramma. En dat ging over Sammy van Ramses Shaffy. En het is echt ongelooflijk wat daar gebeurde. Ik had 's morgens nog geen idee wat ik zou gaan doen. Ramses zat in een soort bejaardentehuis. En ik had zo'n oude Citroën DS, zo'n snoek. En ik dacht, weet je wat ik doe? Ik ga gewoon met Ramses in die oude auto lekker door Amsterdam rijden. En we zien wel wat er gebeurt. Over Sammy pratend. Nou, dus ik had Sammy op een cassettebandje gezet in die auto. En Ramses zat lekker achterin die auto te roken. En we rijden zo door Amsterdam, regenachtig Amsterdam. Prachtige beelden van Rob Hotselmans, die had het gefilmd. Heel mooi licht van onderen en dat zag er allemaal schitterend uit. Het was net een beetje dat blauwe licht van rond een uur of 5, 6 middags. En we rijden zo bij het Leidseplein in Amsterdam. En Ramses zegt, oh, de Smoeshaan, daar ben ik lang niet geweest. Laten we daar naar binnen gaan. Nou, ik natuurlijk naar binnen, want wij hadden nogmaals geen enkel idee wat we eigenlijk aan het doen waren. Behalve de vraag, wie is Sammy? Dat was waar het hele filmpje om draaide. Komen we daar binnen, geen hond in het café. Op één vrouw na die ik een beetje kende, Adelheid Rozen, de actrice. En ik zeg, Adelheid, weet jij misschien wie Sammy is? In het idee van, weet ik veel, ik moet toch wat vragen. Ja hoor, zegt ze. Daar staat hij. Ja, dat is Sammy. In dat groene truitje, dat is Sammy. En dat is mijn kleine vriend. Die heet Sammy. En die heet Sammy. Naar het liedje. Naar het liedje. Echt waar? Ja, echt waar. Ja. Nee, ik heb weer kippenvel. Dat is echt onvoorstelbaar. Daar stond dus zo'n jongen, een jongetje van een meter, nou ja, ongeveer tot mijn middel, van een jaar 7, 8. Die heette dus Sammy. Dat was het zoontje van een Syrische vluchtelinge. Die had dus tijdens haar zwangerschap het liedje gehoord van Ramses, Sammy. En had bedacht, dit is de naam voor mijn zoon. Dus vervolgens heeft zij dat kind opgevoed. En zit op die middag, op dat moment dat wij daar op zoek zijn naar de vraag, wie is Sammy? Zit daar die vrouw met Sammy. Dag Sammy. Ik geef je een hand. Ja, dat was... onvergetelijk mooi, magisch moment. Pew! Nou, Gatekeepers was een film die vond ik wel heel erg goed en heel erg indrukwekkend.
רציתי עוד מחבלים חיים בבית משפט. אמרנו שאם אנחנו לא נתפוס אותם על חם, אנחנו בחיים לא נפצח את החבורה הזאת. אני אוהב מבצעים כאלה. הם יפים, הם נקיים. אם צריך אפילו נהרוג את זה שקם להורגן. לא מגיעים, לא מייצרים שלום בשיטות צבאיות. גם בשבילם, דרך אגב, עבורם, גם אני הייתי טרוריסט. Wat ik daar zo goed aan vond, was de eerlijkheid waarmee die mensen spraken over hun werk. Ze bleken namelijk helemaal niet zo anti-Palestijns als iedereen dacht, zeker vanuit hun werk. Maar het, als maker vond ik het zo mooi, omdat je werd zowel tijdens de film een paar keer op verkeerde been gezet. Je kreeg enorme bewondering voor die mensen, vond ik. Maar voor mij was het vooral het bewijs dat pratende hoofden niet per se saai hoeven te zijn. En dat is wel een ding wat ik, ja, waardoor ik dat een hele mooie film vond. De film Senna over de Formule 1 coureur Ayrton Senna, Braziliaan, die overleden is. Die is al een aantal jaren oud. Ik weet niet, al 5, misschien wel 6, 7. Maar die heeft volgens mij echt de toon gezet voor heel veel films. À la Amy Winehouse. Noem maar op. Waarin dus alleen maar archiefmateriaal gebruikt is. En daarmee is het verhaal verteld. Oh my goodness, this is fantastic! I think we are watching the arrival of Ayrton Senna. A truly staggering talent. Senna was de eerste keer, voor mij althans, dat ik zag hoe perfect dat was uitgevoerd. Dus los van het feit dat het dus een sportfilm is, is dat een film die ook heel erg gaat over menselijk gedrag, over verraad, vertrouwen, noem het allemaal maar op. Maar gemaakt op een manier waarin gewoon alleen maar het archief het verhaal eigenlijk verbeeld. Dus dat vond ik echt dat was wel een voorbeeldfilm voor mij. Wil je meer weten over deze documentaire? Ontdek het op tweedok.nl.